Ongeveer 140 jaar geleden heeft Hendrik Dreger een drukreduceerventiel uitgevonden. Wij leveren onder andere anesthesie- en monitoringsapparatuur aan ziekenhuizen, beademings- en gasdetectieapparatuur aan brandweer, industrie en offshore. En op het gebied van brandveiligheid kunnen wij branden detecteren en blussen. En we kunnen klanten adviseren hoe ze het beste veilig kunnen vluchten. In de loop der jaren zijn we uitgegroeid tot een van de grotere brandbeveiligingsbedrijven. En zo tref je in 1 op de 10 grote gebouwen in Nederland een brandmandinstallatie van ons aan. In Nederland zijn er 200 zorginstellingen waar ongeveer 200.000 mensen met een beperking worden verzorgd. In die zorginstellingen ontstaan per dag ongeveer 5 branden. De overheid die stelt op dit moment dat je aantoonbaar moet maken dat je voldoende mensen hebt om voldoende snel te kunnen ontruimen. En dat is natuurlijk heel erg lastig. Hoe maak je dat aantoonbaar? En daar hebben we de tool Vluchtwijzer voor ontwikkeld voor de zorginstellingen die te maken hebben met niet zelfredzame mensen. We zijn op dit moment intensief bezig om alle zorginstellingen te benaderen en te informeren dat er nu een mogelijkheid is dat we de zorginstellingen kunnen helpen met dit vraagstuk. De tool wordt niet zozeer gebruikt op de werkvloer. We willen namelijk samen met de zorg komen tot een veilig vluchten situatie. Wij willen heel graag onze kennis delen. Dus wij hebben een masterclass ontwikkeld om de mensen te vertellen hoe om te gaan met een brandveiligheidsconcept. Ja, we vinden het mooi dat we op deze manier brandveiligheid nu kunnen inrichten. En we zijn daar eigenlijk uniek in Nederland, maar ik denk zelfs in Europa. Daar zijn we best wel trots op. Maar we zijn natuurlijk nog trotser als we het aantal slachtoffers kunnen halveren in de zorg. Want ook in de loop der jaren betekent dat heel veel extra gerende mensen. En dat zou nog mooier zijn. En wat denk je hier?